Hoi, kan je zien wat ik hier heb? Dit is mijn letter. Dit is de eerste letter van mijn naam als je mijn naam Jip opschrijft. Dan moet je met deze letter beginnen, want die staat vooraan. Daarom is het mijn letter. En weet je wat ik nou leuk vind? Om bijvoorbeeld in een krant of zo op zoek te gaan naar woorden die beginnen met mijn letter. Of waarin mijn letter op een andere plek zit. Maar mijn letter staat dan wel best wel vaak vooraan, zag ik. Kijk ook bij die. Bij dat korte woordje, dat begint met dezelfde letter als mijn naam. En bij die lange ook. Kijk eens, hier heb ik allemaal kaarten waar woorden op staan die ook met mijn letter beginnen. Ja, natuurlijk mijn eigen naam, Jip, die ligt daar ginds. Maar ook jas. Kijk, ik heb ook een jas. Maar aan die kant is het een beetje gek. Want die pot, daar weet je misschien wel, daar zit Sjem in. Maar Sjem, dat klinkt aan het begin heel anders en toch schrijf je het met mijn letter. En die spijkerbroek hier, oh, die zit bijna in mijn mond, zie je dat? Die spijkerbroek, die noemen ze wel eens jeans. En dan schrijf je het ook met mijn letter, maar het klinkt heel erg anders. Dat is ook raar, hè? Misschien is het met jouw naam ook wel zo. Misschien begint jouw naam wel met dezelfde letter als die van mij, maar klinkt het anders, dan is het een andere klank. En misschien begint jouw naam wel met een hele andere letter. Dan klinkt die natuurlijk ook anders. Ja, dat is dan logisch. En dan heb ik op het eind nog een soort gek dingetje. Want dit is de J, dat is mijn letter. En toch klopt het ook als ik zeg, de J is niet van mij, maar wel van jou. Daar moet je maar eens over nadenken. Yippie!